Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag weer een visvideo en een hele leuke een, denk ik. Want ik ga lifehacks met jullie delen. Ik hou al een tijdje alle handige foefjes en dingetjes die ik zelf gebruik, schrijf ik allemaal op. En nu ga ik ze met jullie delen. Het zullen vooral hacks zijn, lifehacks, aquariumhacks, op het gebied van financiën en dat het wel goedkoper kan dan wat men zegt. En dan kan ik nog wat tips geven en wat dingen met jullie delen. En dan, dus laten we beginnen. Lifehack 1. Aquariumplanten. Aquariumplanten zijn best heel duur. En dit kan gewoon veel goedkoper door het simpelweg online te bestellen. Online, ja, je ziet je planten niet. Maar de kwaliteit is zoveel beter. De planten zijn zoveel verser. Je krijgt zoveel grotere porties dan in de winkel. Dat ik niet snap waarom je het nog in de winkel zou kopen. Lifehack 2. Plantenvoeding. Ja, plantenvoeding heeft twee voordelen. 1. Die planten groeien er mooi van. Maar 2. Het is ook makkelijker omdat je niet steeds nieuwe planten hoeft te kopen. Daarom is plantenvoeding gewoon een enorme aanrader. Je hebt natuurlijk Easy Carbo, Easy Life Profito en Easy Life Ferro en dus ijzer en allemaal dat soort dingen. Dat zijn allemaal losse potjes die je dan mag aanvoegen en dat is best heel prijs. 1 liter kost 17 euro, waar ik het goedkoopste heb kunnen vinden. Dus dat is 1 liter. En dan moet je dus nog verschillende potjes hebben. Dus dat zit je sowieso al, denk ik, 40 euro per liter en dat kan veel goedkoper. Ik zelf gebruik nu 1,5 jaar, denk ik, deze plantenvoeding. Deze verkoop ik ook zelf sinds kort. Ik was er zo ongelooflijk blij mee dat ik zoiets heb van, nou, daar wil ik ook anderen blij mee kunnen maken. Dus ik heb het ingekocht en nu verkoop ik het dus zelf ook. En dit is dus gewoon complete plantenvoeding. En 1 liter, en dit is, en moet ik even bijzeggen, de gebruiksaanwijzing. Als ik hier even naar kijk. Dus dit is 17 euro per liter en dan moet je dus eigenlijk al meerdere potjes hebben. En dan staat hier 1 milliliter per 50 liter per dag. Dus dat is 7 milliliter per 50 liter op een week. En dit is 10 milliliter voor 100 liter per week. En dan 1 keer per week toevoegen. Ja, kan ook 2 keer per week. En dan 1 tot 2 keer per week toevoegen. Dus dit kan je ook heel veel langer mee. En het is veel goedkoper, want per liter en dan poedervorm. Dus dan kan ik het ook nog makkelijker besturen. Het kan namelijk gewoon in envelopje. Liter is 15 euro. En het gaat dus veel, veel, veel langer mee. En ik gebruik dus alleen dit. Ja, met nog iets anders, daar kom ik zo terug. Dus gewoon 1. In plaats van 4000 verschillende soorten. Ik maak een video over, dus kijk even in de link in de beschrijving. Staat die video daar nog niet, dan is die nog niet geüpload. Dus dan komt het later. Maar dat is dus sowieso ooit. Lifehack 3. Om nog op terug te komen net met de plantenvoeding. Een voedingsbodem. Voedingsbodem helpt enorm voor de planten die voeding uit de wortels nodig hebben. Dus uit de bodem. Nou is alleen het nadeel bij een voedingsbodem is dat na een jaar of volgens 3 jaar werkt de voedingsbodem uit. En dan begint die te rotten. Dan kan het gaan schimmelen. Dan gaat het, als jij sowieso een plant er dan uithaalt, dan komt helemaal die voedingsbodem mee omhoog. Dus zelf heb ik in geen enkele bak, zoals jullie wel kunnen zien, heb ik geen voedingsbodem. Wat ik gebruik is voedingscapsules. Dat zijn dus, ja, capsules die stop jij bij de wortel van de plant en die gaan 1,5 jaar mee in zo'n capsule. En daarmee doet de plant het gewoon. Ja, en ik verkoop deze dus ook voor 1 capsule 50 cent. Dus dat is gewoon heel erg makkelijk. En je stopt gewoon op de plant en dan gaat het gewoon 1,5 jaar lang mee. En that's it. En je hoeft er niet meer om te kijken. Lifehack 4. Om je drijfplanten of je voer op je plek te houden, kun je heel simpel 3 rietjes gebruiken. Je schuift ze dus gewoon
alle drie in elkaar. Dan buig je dit de goede kant om. En deze twee dan ook nog aan elkaar. En dan heb je een drijvend platformpje. Dat doe je gewoon op je in het aquarium. En dan kun je daarin voeren of je drijfplanten te doen of eventueel mos of iets dergelijks. Dat is gewoon veel makkelijker en kost echt niks. Dus dat is gewoon heel slim. Nou, lifehack 5. Als je bang bent dat je vis ziek zijn of je hebt zoiets van, oh nee, er gaat iets mis. Je kunt gelijk naar de winkel rennen om dure middeltjes te kopen. Maar wat ook gewoon heel erg makkelijk kan, is gewoon zeezout. Zeezout is wat ik altijd in huis heb. Zorg wel voor dat er geen jodium in zit. Dus Yosho zeezout is gewoon goed. Ik heb nou de grotere versies, zeg maar. Wat ik doe, ik heb wel met schimmel en veenrot en allemaal dat soort dingen. Geef ik gewoon mijn vissen een zoutbad. En gewoon met zout. En hier zit een vis in. Deze hier ook. Die is aangevallen. En die mist een stuk van spinnen. En dat begon te schimmelen. Nou, ik heb hem 3 keer een zoutbad gegeven en het is gewoon weg. En nou is hij weer helemaal super. Dus ik ben heel erg... daar gewoon, ja, het is gewoon veel makkelijker. Dus als jullie een video over zoutbaden willen zien, dan laat het weten. Dan leg ik dat uit. Lifehack 5. Je ramen schoonmaken. Ja. Dat kan je doen met sponsen. Een schuursponsje werkt ook gewoon. Maar wat ook heel erg handig is, ik heb een heel mooi pasje. Gewoon met een oud pasje de ramen schoonmaken. Je drukt er gewoon licht tegenaan en dan gaan de ogen er zo vanaf. Als je dat moet je wel bijhouden. Als je voor de echt zwaardere alg het alg zo af wil hebben, schaf dan sepia aan. Sepia, heel makkelijk, want kost geen drol online. Dus kijk even naar foodforfish.nl. Daar kost sepia 40 cent voor een sepia. En dit gaat heel erg lang mee. En hiermee haal je het alg zo van de ramen af. En het is niet schadelijk voor je vissen. Nou, dat waren dan de lifehacks die ik op dit moment voor jullie heb. Vonden jullie dit een leuk video? Geef het zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus doei!